Zoals de heer Bode altijd zegt, hè? Gratis koffie. Dinsdagavond, gratis koffie. Lekker. En dit zijn dus initiatiefnemers met een goed idee voor Amersfoort. Die een beetje steun krijgen. Ze steken er zelf minimaal de helft in. En dan helpen wij ze met een duwtje in de rug. Nou weet u al wat zij doen. Want u heeft tenslotte ook mee goed gevonden dat er subsidie naar ze toe gaat. Maar wat komen ze dan hier doen? Ze komen eigenlijk aan de raadsleden laten zien wat hun idee is. En waar zij mee aan de slag gaan voor Amersfoort. Dit huis bouwen we overal al. Alleen we willen het in de toekomst met een andere manier gaan bouwen. En waarom? Beviel het oude niet? Ja, maar het kan CO2 neutraler. Het kan met minder materiaal, dus circulair. En het kan goedkoper. Ik ben hier namens de Bouwkringloop. Wat een initiatief is waarbij we ervoor zorgen dat de partijtjes goede bouwproducten die over zijn bij aannemers. Niet alleen bij aannemers, maar bij bouwhandel, bij producenten, etc. In ieder geval uit de bouw. Dat die restpartijtjes waar er heel veel van zijn, maar kleine partijtjes. Dat die niet in de container verdwijnen, want dat gebeurt nu grotendeels. Maar dat die via de kringloopwinkel in een aparte shop-in-shop winkel aangeboden worden aan Amersfoorters. Wij gaan Restival en gasvrij tafelen uitwerken. En Restival is een plan dat wij hebben bedacht om op festivals in Amersfoort alles wat te veel aan inkoop is gedaan, alsnog goed te besteden. Dus we gaan daar met een kokchallenge. Op de festivals gaan we aan de slag met food waste, zoals we dat noemen. En met gasvrij tafelen gaan we aan de slag met de lokale horeca. De mensen die vanuit het Toekomstfonds een toekenning hebben gekregen, die staan hier om te laten zien wat hun resultaten en hun plannen zijn. Maar u wist dat al vermoedelijk, want u bent verantwoordelijk voor die subsidies onder andere, de toekenning daarvan. Waarom komen ze hier dan toch nog dit laten zien? Nou, om de raad op een informele manier te betrekken bij waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk, je kunt alles doen met raadsinformatiebrieven en papier is geduldig. En je kunt ze altijd uitnodigen op locatie. Maar wij hadden zoiets, nou, dit is de plek waar de raad bij elkaar komt. Waar ook een heleboel burgers toch naartoe komen om te kijken wat de raad aan het doen is. Laat daar nou het plein voor zijn om te laten zien wat je doet. Dus zometeen wemelt het hier, zeg maar, van de raadsleden in het wild, zeg maar. Daar hoop ik wel dat de raadsleden betrokken zijn bij hun stad. Ja, anders maken wij er gewoon een raadsinformatievideo van. Dan krijgen ze dat alsnog op hun bordje, toch? Nou, daarom ben ik heel blij met de lokale pers. Dat er hier aandacht besteed wordt aan allerlei activiteiten die we in en buiten het gemeentehuis doen. En dat we op deze manier net wat extra aandacht kunnen creëren voor heel belangrijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en toekomst. We hebben in juni al hebben wij Toekomstfonds gewonnen. Doordat wij voor onze elektrische deelauto's willen wij graag zelf onze eigen laadpunten hebben op straat, van onszelf. En daar blijkt bijvoorbeeld de Belastingdienst een hoop van te vinden. En dat moet allemaal uitgezocht worden. Meneer Van Wegen, wat brengt u hier? Gemeenteraad vanavond. Mooie agendapunten? Ja, bomenbeleid. Beleid en visie, dit hebben we genoeg. Wat ons betreft betere uitvoering in de bomen. Wijkcentra moeten niet incidenteel, maar structureel geld krijgen. En het vervelendste onderwerp, 400 miljoen naar het onderwijs, ongeclausuleerd. Morgen stellen we het verkiezingsprogramma vast. En daar hebben we het erover. Wat een heel interessant iets is, eigenlijk bijna te lang voor die filmpjes die je maakt, maar heel interessant. Zegt u het dan maar heel kort. Het hele begrip werk is aan het veranderen. We zeggen in de tijd, als ik het even mag zeggen, meneer Lampen, toen u en ik jong waren, toen was werk, dat kreeg je elke week. Ik nu voor zichzelf, hè? Dat is. Ja, goed, beste. Dat was het enige wat werk is. En dat is aan het veranderen. We zijn een vrijwilliger en dat is werk. En we doen werk, daar worden we slecht voor betaald of niet voor betaald. Dat is helemaal aan het veranderen. En dat merk je heel duidelijk bij zoiets. Ik wens u veel succes, dan gaan wij vast naar huis. Dank u wel. Oké. Over een paar maanden mogen we weer een keuze maken en dan mogen we weer gaan stemmen, hè?
Bent u al zenuwachtig? Nee, je moet je nooit zenuwachtig laten maken. U weet wel wat het worden moet? Nee, ook ik weet het niet. Nee. En meneer, waar kunnen we dit dan allemaal zien? Bij Amersfoort gezien natuurlijk.